De keuze is reuze, weet ook groep 7 van basisschool De Toonladder in Zwolle. En dus is een favoriet kiezen nog best lastig. Dit is mijn favoriete emoji met de zonnebril. Want het is cool. Zo lacht de emoji met tranen. Want als iemand iets grappigs zegt bijvoorbeeld, dan gebruik ik hem heel vaak. Het is een Surinaamse vlag en een kus-emoji. Want ik heb heel veel met mijn moeder en ik ben zelf ook Surinaams. Tja, allemaal gebruiken ze hier vaak emojis in hun appgesprekken. Want zo met die poppetjes en tekentjes komt je boodschap toch beter over. Bijvoorbeeld als je zeg maar niet weet hoe je iets zeg maar moet gaan zeggen, kun je het altijd met een emoji laten zien. Ja, want tijdens het appen zie je natuurlijk niet je gezichtsuitdrukking. Boos, blij, grappend of verbaasd bijvoorbeeld. En dan zijn emojis maar wat handig, vertelt emoji-deskundige Lilian Stolk. Dus bijvoorbeeld je kan zeggen, oh ik moet weer naar school. Of ik moet weer naar school. En dat is, qua woorden zijn het dezelfde woorden. En dat de manier waarop ik praat, merk je van, oh ik vind het niet zo leuk of ik vind het juist wel leuk om naar school te gaan. Online kan je dat juist laten weten door de emoji die erachter staat. Dus zo kan je een bepaalde boodschap eigenlijk laten zien hoe jij je erover voelt. De emoji werd bedacht in Japan al bijna 25 jaar geleden, in 1999. Toen zagen ze er nog zo uit. Pas in 2010 werden ze wereldwijd gebruikt en kwamen ze er zo uit te zien. Inmiddels zijn er 3000 van en bestaat er een World Emoji Dag. Dat is vandaag. En waarom die op 17 juli valt? Nou, kijk maar eens goed naar deze kalender-emoji. Ja, er zijn dus ruim 3000 emojis, maar ik moet zeggen, ik vind ze niet allemaal even duidelijk. Ik heb dus best wel veel discussie met vrienden over deze emojis. Ja, ik zie hier bijvoorbeeld een popje dat denkt, oeps, wat heb ik nou weer gedaan? En een soort bedankt-emoji. Maar vrienden van mij die zeggen vooral, nee, dat is een lachende emoji en een high five. Verwarrend. Nou, er is natuurlijk niet een woordenboek van emoji of zo. We leren ook niet op school schrijven met emoji. Dus het is echt een beetje leren door te doen. Dus het is soms ook wel, kan verwarrend zijn. Maar aan de andere kant is het ook wel weer het leuke ervan. Dat je ook je eigen betekenis aan een emoji kan geven. En ook al zijn er al honderden emojis. Er is niks. Er komen nog steeds nieuwe bij. Binnenkort bijvoorbeeld deze limoen en deze schuddende hoofdjes. Al heeft Youssef misschien nog wel een beter idee. Misschien bewegende emojis. Het is niet dat het een plaatje is, maar dat het beweegt.